Een hele goede avond. Ik ga weer eventjes de linkjes delen op de groep voor degene die het niet weten te vinden. Even kijken. Deze. Oh. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga zo eventjes kijken wie er allemaal zijn. Maar ik ga eerst even gauw de linkjes delen. Zodat dat in ieder geval al op de groepen staat. Zo. Dat is één. Ik kan nog eventjes op de andere groep posten. En dan zal ik eens even kijken of we al wat in de chat hebben gehad. Want dat kan ik nu heel even niet bekijken. Hoppa. Zo. Als het goed is, is deze nou geplaatst. Ja, top. Zo, jullie zijn er al massaal, zie ik. Ik zie al heel veel mensen. Even kijken. Ja, te veel om op te noemen. Ja, hartstikke leuk dat jullie er al zijn. We gaan vandaag met de graveertool aan de gang. Met de Maker, of de Maker 3. Graveren kan alleen met de Maker en met de Maker 3. Dus dat kan ook niet met de Explore 3. Die vraag kreeg ik van de week een paar keer. Ik heb hier wat voorbeeldjes van de gegraveerde sleutelhangertjes die ik heb liggen. Kijk. Oh, even zien. Deze komt aan mijn tasje voor de Cricut Joy. Even kijken. Catmama. En zoals je ziet zijn mijn lijntjes aardig wit. Deze was ook even een probeerseltje. Een opkikkertje. Ook helemaal opgevuld, het kikkertje. Nou ja, deze is voor de buurjongen. Mario. Een tractor. En ik zal er ook wat meenemen naar de Crea doen. Zodat mensen ze daar ook kunnen bekijken. Magnolia takje. Ik had geprobeerd wat detail daarin te laten in de blaadjes. En ik heb net nog eventjes deze gemaakt. Let's stay home and crochet. Dus als je van haken houdt, is die wel heel erg leuk. Ik moet nog een kwastje aanhangen. En dan heb je een heel leuk sleutelhangertje voor aan je tas met haakspullen. Of wat je ook maar wil gaan doen. Graveertip is in ieder geval al binnen. Oh ja, en deze is natuurlijk mijn favoriet. Er is ook een plaatje uit Design Space. Ik had er nog eentje gemaakt. Oh, ik zie hem wel. Deze. Kijk, nog eentje. Alleen deze heb ik op een andere manier gedaan dan deze. Die geometrische, deze, heeft echt 2 uur geduurd. Ook al is het maar een heel mini sleutelhangertje. Heel klein plaatje. Alleen overal zitten kleine streepjes tussen. En deze was zo klaar. Dus deze ga ik straks sowieso nog een keertje maken. Maar dan een andere variant van de hond die in Design Space staat. Als er zo vragen zijn, laat het me weten.
Als het snel gaat, laat het ook even weten. Ik zie hier nu staan, ik had je een berichtje gestuurd om te vragen naar de link van de sleutelhangers 2 mm. Ik denk dat ik dat dan vergeten ben. Ik heb, ik heb mijn op AliExpress besteld en ik heb er ook nog een pakje van 100 op Amazon besteld. En er zitten allemaal van die kwastjes bij en dat zijn gewoon 2 mm dikke acryl sleutelhangertjes. En eigenlijk staan er heel erg veel, alleen ja, je hebt het natuurlijk niet morgen al in huis. Dus, maar we gaan in ieder geval gewoon beginnen. Eén tip, als je straks, of als je gaat beginnen en je gaat jouw acrylplaatjes of jouw metalen plaatjes bijvoorbeeld. Ik heb ook deze plaatjes. Die zijn van Cricut. Het is heel leuk. Deze plaatjes kun je graveren. En een van de kanten van die gegraveerde van die metalen aluminium plaatjes kun je ook bedrukken met infusible ink. Dus dan kun je een heel mooi kleureffect krijgen waar je op gaat graveren. Dit zijn gewoon acryl sleutelhangers. Maar eventjes voor de duidelijkheid. Als je met tape gaat werken. Wat ik wel aanraad is om een tape te gebruiken die niet zo heel erg plakt als deze. Kijk, ik heb mijn toplaag van mijn mat beschadigd. Dus daar zit ook geen lijm meer. Maar dat komt dus echt door het tape. En dan kreeg het tape er ook bijna niet meer af. En ik heb normaal altijd washi tape waar ik het mee doe. Of het paarse schilderstape van de Action. Die is wat vriendelijker qua plakken. Dus let daarop dat je een niet te heftige tape gebruikt. Dus washi tape werkt bij mij normaal gesproken prima. Ik ga eventjes mijn beeldscherm met jullie delen van Design Space. Even kijken. Dan ga ik hem even op mijn andere scherm zetten. Zodat dat wat overzichtelijker blijft voor mij. Want dan kan ik de chat volgen. En ik kan de comments volgen op YouTube. De plaatjes die ik heb zijn 2 mm dik. En je kunt tot maximaal 2,4 mm dikte. Dus als alles 2,4 of 3 mm is, dan kun je die 2,4 mm gewoon prima gebruiken in de maker. En ook in de maker 3. Maar mijne waren 2 mm en ik zal straks nog heel eventjes een linkje plaatsen van wat voorbeeldjes van de sleutelhangers. Ja, die ronde sleutelhangertjes ga ik straks ook laten zien. Want ik heb mijn telefoon ook al klaarstaan. Ik zal hem eventjes laten zien. Zie? Ik ga straks mijn bureau even laten zien. Mijn snijmat, hoe we alles vast gaan plakken, noem maar op. En inderdaad, lekker kijken en dan gewoon later lekker zelf mee aan de slag. Even kijken. Ik ga mijn beeldscherm met jullie delen. Dat was ik van plan. Dus even kijken. Nou, deze moeten we hebben. Share screen. Even kijken. Nou. Als het goed is, zien jullie nu mijn design space. Even kijken waarom ik hier op mijn scherm vastloop op YouTube. Ik hoop dat dat voor jullie niet zo is. Nou, ik denk dat het bij jullie niet vastloopt. Nou, dit is dus eventjes mijn homescreen. Hier zie je al wat voorbeeldjes staan die ik gemaakt had. Die kikker, al die andere sleutelhangertjes. Maar we gaan nu lekker naar het canvas. En dan gaan we gewoon vanaf het begin af aan beginnen. Om te zien hoe je je eigen plaatjes het beste kunt maken. Normaal gesproken, als je een afbeelding hebt en je gaat hem omzetten naar graveren, een lamp anders doen, zo, dan heb je alleen die contourlijntjes. Dus ik ga hem eventjes pakken, een afbeelding. En om te beginnen gaan we zo'n hondje maken. Ik ga eventjes, heel eerlijk, ik weet niet uit mijn hoofd hoe die heet, dus ik ga even naar de projecten. En dan zie je hier die leuke tassen staan.
Dan ga ik even naar beneden scrollen en dan zie je het hondje. Dus als ik daarop druk, oh, op het nummer en dan op de stipjes, kan ik naar de afbeeldingsset gaan. En als je naar de afbeeldingsset gaat, dan zie je dus allemaal van die leuke hondjes staan die je kunt gaan graveren, die we kunnen gaan gebruiken. Even kijken. Ik vind het al super leuk om met vinylsleutelhangers te maken. Dit lijkt me ook super tof. Nou ja, ik kan je zeggen dat het ook echt heel erg leuk is. Even kijken. Wat gaan we doen? Laten we eens een. Ja. Ik vind deze wel schattig eigenlijk. Of. Heeft iemand van jullie een voorkeur van hond die we kunnen gaan doen? Deze is ook wel heel schattig. Ik ga deze pakken. Die ga ik toevoegen aan mijn canvas. Hij opent nu op 4,4 inch, maar ik ga eventjes in de instellingen mijn canvas weer op centimeters zetten voor degenen die mij vaker tegenkomen op YouTube in de lives. Die weten inmiddels al dat ik altijd alles in inches doe. En ja, dat is maar net even wat je gewend bent. Wat ik nu ga doen, is eerst eventjes die afbeelding een stuk groter maken. Laat ik hem eens op 40. Oh, dat is 400, dat is wel heel veel. Wacht, 45 centimeter breed. Dan heb ik dus een hele grote afbeelding. Ik ga ook de afbeelding even op een andere kleur zetten. Ik zet hem even op geel, zodat we dadelijk de offsetlijn kunnen zien. Ik ga. Die andere die ga ik echt allemaal nog wel een keertje maken. En misschien neem ik ze wel mee naar de creëren. Ik heb hem geel gezet. En de reden daarvan is dat wanneer ik hem nu selecteer en ik ga naar offset, dan kan ik straks dat binnenlijntje. Kijk, nu staat die offset aan de buitenkant. Maar als ik hem nu voorbij dat streepje in het midden ga zetten, dan zie je dat die offset naar binnen gaat. Zie? Dus nu kan ik ook zien waar dat lijntje komt. Hij staat nu op 0,247, maar ik ga hem even op 0,05 zetten. Even kijken hoe die dan wordt. 0,05 wou ik. Oh, zo. Ik ga nu een offset aan de binnenkant van mijn lijnen maken van deze afbeelding. En even voor perronnen. Als je naar, ik ga even toepassen drukken dat ik mijn eerste offsetlijn al heb, naar projecten gaat, op je canvas gewoon, dan kun je naar beneden scrollen en dan zie je hier die tassen staan. Daar staan allemaal honden op. Als ik er nou één pak. En ik scroll naar beneden, zie je hier precies wat er in dit project gebruikt is. Hier staat zo'n hond. Dus als ik dan op dat nummer druk, wat daarbij staat, die groen oplicht, krijg je die afbeelding te zien. Als je dan op die stipjes drukt, kijken, kun je bekijk afbeeldingsset kiezen. En als je dat doet, kom je in die afbeeldingsset. Als je daarop drukt, zie je al die verschillende soorten honden. Nou, de afbeelding die ik nu ga gebruiken, dat is dezelfde soort afbeelding als in deze sleutelhanger. Dus we gaan de lijnversie nemen. En dan is het wel de lijnversie die helemaal wit is en niet zoals bij deze getekend wordt en daarna uitgesneden. Dus echt diegene met het schaartje erbij. Dus zo kom je bij die hondjes. Is het zo duidelijk? Ik selecteer deze weer eventjes. Ik heb die zwarte laag nu geselecteerd. En dan ga ik gewoon weer naar offset toe. En ik zet hem weer even op 0,05. Voor de volgende laag die we zo gaan doen, onthoudt hij gewoon deze instelling. En nu heb ik dus weer een nieuwe offset gemaakt. Die is grijs. Je kunt het niet zo heel goed zien nu, het verschil qua kleur. Maar hij blijft iedere keer die nieuwe offsetlaag selecteren. Je kunt het met alle afbeeldingen doen, met lijnafbeeldingen, maar ook wat ik bijvoorbeeld hier gedaan heb, heb ik hem helemaal opgevuld, de kikker. Dus dit was geen lijnafbeelding. Maar dit is eventjes een voorbeeldje met een lijntekening.
Ik ga gewoon hem geselecteerd houden en ik druk weer op offset. En weer op toepassen. Nou selecteert hij iedere keer die nieuwe laag die je maakt. Dus ik blijf op offset drukken. Hup, weer eentje. Ja, het schaartje betekent namelijk altijd dat het een snijafbeelding is. Als er een printertje bij staat, is het een print-in-cut-afbeelding. Soms staat er een pen bij, dan is het een tekenafbeelding. En je hebt ook wel eens een combinatie tussen een pen en het schaartje. Dan is het tekenen en daarna uitsnijden. Kijk, je blijft net zo lang die offset toevoegen totdat er geen vierkant meer zichtbaar is. Je zult ze dadelijk zien dat ik ook die neus nog moet opvullen. Kijk, als ik dat normaal doe, zie je dat hij al kleiner wordt. Hup, offset, toepassen. Offset, toepassen. Nou ben ik die neus aan het vullen. Want je ziet hier nu grijs. En als ik hem nu weer doe, toepassen. Dus je moet gewoon iedere keer op offset drukken. Niet op je scherm drukken, want hij pakt iedere keer die nieuwe offsetlaag. En daar maakt hij dan weer een kleiner randje in. Dus je hoeft echt enkel offset toepassen. En als ik nou zo dadelijk klaar ben met die offsets, dan verdwijnt dit vierkantje vanzelf als die helemaal opgevuld is. Hup, nog één. Toepassen. 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 En nog een keer toepassen. En we zijn er bijna. Nog een klein stukje van de neus. Toepassen. Nou, heel klein stukje nog, een klein vierkantje. Toepassen. Nou, steeds kleiner. Nog één. Oh, bijna. Nou, dit zal de laatste zijn. Nog eentje. Nog één. Nou, dan is dit echt de laatste, gok ik. Kijk, nu heb ik geen vierkantje meer. Dus nu is die helemaal klaar. Dus overal staan nu lijntjes. Ik ga nu eventjes bovenin bij dat plusje drukken, bij alles selecteren. Nu heeft hij al die lijnen die we gemaakt hebben, al die offsets hebben we geselecteerd tegelijk. Dan ga ik naar bediening en die zet ik dan op graveren. Dan zie je dus dat dit echt allemaal lijntjes zijn. Ik kan hem even inzoomen. 100. Zie? Dan heb je allemaal hele dunne lijntjes. Dus die lijnen gaat hij dadelijk allemaal opvullen. Nou, ik heb alles geselecteerd. Dus ik druk gelijk even op bijvoegen. Dat al die lijnen ook bij elkaar blijven. Nu al besloten dat ik dit filmpje bij favorieten ga opstaan. Nou, dat vind ik altijd heel erg leuk om te horen. Ze zijn nu bijgevoegd. Dus als ik ga schuiven, zie je ook dat al die lijnen bij elkaar blijven. En in het maak het scherm blijven ze dan ook bij elkaar. Dan gaan we eventjes naar het formaat. Nou, mijn sleutelhangers die zijn 5 centimeter. Dus ik maak hem eventjes 4 centimeter. En ik druk op enter. Nu is die al een stuk kleiner. Gaan we even uitzoomen. Zo. Dit is dus het plaatje wat we gaan graveren. Wat ik dan altijd doe is eventjes een vorm erbij pakken. En ik dacht serieus dat het 5 centimeter was. Maar ik ga hem eventjes checken voor de zekerheid. Ja, 5 centimeter. 2 inch klopt. Pak ik er een rondje bij. En dat rondje die laat ik staan eventjes op wat hier nu staat. Ik maak hem wel even in een andere kleur. Dan kan ik namelijk, als ik deze even naar achter stuur, kijken of dat rondje er exact op zou passen. Nou, ik vind hem qua formaat wel heel mooi. Deze techniek kun je inderdaad ook voor een foto gebruiken. En dat ga ik morgen eventjes testen. En ook dat neem ik mee naar de Crea Doe. Mochten mensen het willen zien, dan kan dat. We kunnen hem exact in het midden zetten, maar ik zou hem ook wat naar de zijkant kunnen zetten. Waar je even rekening mee moet houden, is dat je wel een beetje een marge houdt tussen de rand van je plaatje straks, dat niet graveertipje er afschiet. Want als hij er afschiet, dan wil hij nog wel eens tegen je plaatje aan gaan duwen en dan gaat hij bewegen. Nou, ik laat hem nu eventjes in het midden staan. Je moet er rekening mee houden dat daar bovenin ook nog een gaatje zit in die sleutelhanger, waar dat ijzertje doorheen zit, waar je je kettingje aan hangt. Dus je moet altijd even oppassen dat je hem een beetje
zo positioneert dat je geen last hebt ook van dat gaatje. Even kijken. Ik zal ze dadelijk heel eventjes nog het verschil laten zien. Ik pak hem er nog even bij projecten. Ik pak heel even die hond opnieuw erbij. Of een andere hond, dat maakt ook niet uit welke. Deze. Hop. Dan zal ik even het verschil laten zien. Die andere die je net zag, was helemaal opgevuld met witte lijntjes. En als ik hem niet opvul, en ik zal even kijken, want volgens mij was die Mario niet helemaal goed opgevuld. Nee, niet helemaal zoals ik zou willen. Even kijken, hij heeft er geen zin in nu. Hij denkt, zoek het maar lekker uit. Even, nog een keertje terug misschien. Deze even. Ik pak gewoon eventjes deze versie van de hond. Maakt toch niet uit welke. Deze ga ik even toevoegen aan mijn canvas. Als ik deze nu op graveren zet, dan ga ik hem even inzoomen. En ik doe er niks aan, dus ik ga hem niet opvullen met... Dan krijg je hem dus zo. Dus je krijgt alleen die contouren van die lijntjes, die maakt hij dan. Dus hij maakt ze niet helemaal dicht, dus dan krijg je niet solide witte lijntjes. Is dat een beetje duidelijk? Kijk, als bij deze zijn al die lijnen opgevuld en bij deze heb je echt gewoon alleen de contour van die lijntjes van die afbeelding. Dus geen opgevulde lijnen. Nou, ik ga deze even sluiten. Ik ga deze twee even bijvoegen, want ik hoor vaak dat het lastig is om uit te lijnen. Nou, dat is het soms ook. Wat ik vaak doe is dat ik mijn afbeelding zoals ik hem nu heb, even bijvoeg op een vorm die even groot is als mijn sleutelhanger. Dit vakje is nu 5 bij 5 centimeter. Dus dat is precies twee vakjes op mijn maak-it mat. Ik ga eventjes op maken drukken. Kijk. Precies twee van die vakjes. Nou, voor het uitlijnen leg ik hem eigenlijk meestal in het midden van mijn mat. Dus bij de 6, die valt zo in het midden. Dan zorg ik ervoor dat hij op tussen deze 4 vakjes valt. Het lastige is een beetje met het uitlijnen dat het een beetje gokken is. Maar omdat ik hem nu zo heb zoals ik hem heb, weet ik dat als ik deze marge hou, dat hij ongeveer ja, dit stukje over moet houden. Dus dat ik hem in het midden van deze lijn zet van het tweede vakje. Dus dit is de eerste rij en deze tweede rij. Dus ongeveer een derde van een vierkantje. Nou, wat je kunt doen is eventjes je vinger op je scherm houden. En dat klinkt allemaal heel ja, stom. Maar dat is voor het uitlijnen is dat verder geen probleem. Ga ik even terug naar canvas. Dan ga ik naar beneden scrollen. Zet ik met het oogje die cirkel uit. En ik ga weer naar het maak-het-scherm. Nu zie je dat dat hondje naar de andere kant is gegaan. Nu zet ik gewoon weer dat oortje op dezelfde plek. En hij staat nu op dezelfde plek ongeveer als waar ik hem had. Dus hij komt zo dadelijk in het midden van mijn ronde sleutelhanger. Ik ga wel eens eventjes een sleutelhangertje erbij pakken. Wat ik ook wel eens doe, is een template maken. Alleen, dat wil ook niet altijd bij iedereen werken. Maar daar wil ik nog wel een keertje een filmpje van maken. Even kijken. Ik gebruikte bij de offset 0,05 centimeter. Dat klopt. Je moet er eventjes aan denken van hoe meer lijntjes jij maakt, hoe langer het duurt om jouw afbeelding te graveren, want hij moet natuurlijk al die lijntjes gaan graveren. Ik ga eventjes de schermfolie van mijn sleutelhangertje afhalen aan één kant, die gegraveerd moet worden. En dan ga ik eventjes mijn telefoon in beeld zetten. Dan ga ik jullie even mee laten kijken. Even kijken of dat wil lukken. Stop share van mijn
gewone beeld. Ja. Mijn telefoon eruit, want ik moet wel eventjes mijn code in kunnen drukken. Zo. Even kijken. De camera gaat aan. Even een beetje positioneren. Zo. Als het goed is, kan ik jullie zo dadelijk mee laten kijken via de telefoon. Dus dan zien jullie wat er op mijn bureau gebeurt. Even kijken. Share screen. En dan moet ik hebben de iPhone via de kabel. Share. Ah, top. Ik zie mijn beeldscherm voor me. En ik ga even kijken hoe we het moeten draaien. Zodat jullie recht mee kunnen kijken. Ja, top. Nou, op mijn scherm zag je net dat ik in dit vakje mijn afbeelding klaar heb staan. In het midden, bij de 6 inch, daar moet mijn ding komen. Het rondje zorg ik ervoor dat die op het midden zit van die lijn. En deze acryl moet dus in het midden liggen van die 4 vakjes. En dat lijntje zie je dus hier in het midden van dat rondje. Nou, mijn mat die is al helemaal overleden door mijn tape wat ik gebruik heb. Dus probeer een tape te pakken. De paarse bijvoorbeeld van de Action, zoals ik al zei aan het begin van het filmpje. Of washi tape. Maar deze tape die ik dus gebruikt had, was echt veel te plakkerig. Dus ik trok mijn mat stuk. Dus let daarop. Dat je niet te heftig plakkende tape gebruikt. En desnoods eventjes op je kleding plakken of zo, voordat je het op de mat plakt. Maar goed, schermlaagje is eraf, voordat we ze dadelijk gaan graveren. Ik ga eventjes mijn matvas in de machine leggen. En dan ga ik even kijken of ik met mijn standaard zo dadelijk jullie mee kan laten kijken. Nou, dit hebben jullie gezien. Ik ga toch eventjes mijn scherm met jullie delen, zodat jullie ook daar weer op mee kunnen kijken voor de instellingen. We gaan gewoon even switchen. Kijk, het plaatje ligt nog steeds op de juiste plek. Ik ga op verder gaan drukken. Ik ga het even verbinden met de machine. En dan kijk ik ondertussen even of ik dit kan fixen, zodat jullie ook echt mee kunnen kijken met het graveren. Net niet zo. Even naar voren plaatsen. Zo. Kunnen jullie ze dadelijk mooi meekijken. Even kijken. Ik ga nu mijn materiaal kiezen. Nou, wat ik al zei, ik heb 2 mm dikke plaatjes. Dus ik ga bladeren door mijn materialen. Ga ik even naar beneden. En dan zie je hier staan plastic. En dan vind je hier de acryl dik 2 mm. Ik zet gelijk eventjes dat sterretje aan, zodat die zo dadelijk ook bij mijn favorieten staat voor de volgende keer. Wat snap je niet, Peronne? Hier geeft hij dus ook aan welke tool erin moet. Nummer 41, dat is het graveertoeltje. Ik ga eventjes mijn andere scherm met jullie delen weer van de telefoon. Zodat we daar ook weer mee kunnen kijken wat we exact aan het doen zijn. Even kijken. Share screen. Hoppa. Nou, dan kom je zo weer in beeld. Dit is dus, ik zal hem even schoonmaken, want er zit allemaal acryl aan. Even kijken. Nummer 41 staat erbij. Die met dat metalen scherpe puntje. Toeltje gaat in de machine. Klemmetje dicht. Hop. Mat kan erin. Die kan ingeladen worden. Zorg ervoor dat die wieltjes niet over jouw acrylplaatje heen gaan. Dus zorg ervoor dat die aan de kant geschoven zijn. En nu staat mijn tool
klaar op de juiste plek. En ik ga zo dadelijk eventjes de berichtjes lezen in de chat. Nou, dit laat ik gewoon op standaard staan, dus ik druk op de go-button. Deze gaat nu graveren. Hij gaat al die lijntjes maken. Dan ga ik eventjes kijken of ik nog wat gemist heb in de chat. Ik heb de offset aan de binnenkant, dus dat moet jij ook doen. Ik heb mijn PC niet uit slaapstand gehaald. En bij mij gaat hij gewoon door als hij in slaapstand gaat. Wat ik al zei, ik heb deze twee gemaakt al. Ik laat hem even zo zien. Deze variant heb ik op een andere manier gedaan. Even zien, deze. Deze heeft 2,5 uur geduurd. Deze duurde echt veel minder lang. En dat is op dezelfde manier zoals ik hem nu maak met die andere hond. Maar als hij bij mij in slaapstand gaat, dan blijft hij bij mij gewoon doorgraveren. Zit een haar op mijn mat. Zo. Ik ga even kijken of ik wat gemist heb. Je moet dus altijd de offset aan de binnenkant van de lijn doen. Dus als je dat middenlijntje ziet bij die offsetfunctie, moet je hem aan de linkerkant zetten op 0,05 bijvoorbeeld. Of op 0,1 misschien. Dan ben je eerder klaar met graveren. En bij sommige afbeeldingen is dat ook oké. Het is alleen altijd even een beetje ja, spelen met de instellingen, vind ik. Je kunt niet van tevoren zien hoe lang het duurt. Je kunt wel in het scherm zien dat hij bij mij nu op 33% staat. Op mijn Design Space schermpje. Ik heb bij deze dus die offset op 0,05 gedaan. Misschien dat het wat veel lijntjes worden nu. Als ik hem op 0,1 gedaan had en dan verkleind, had hij misschien ook al wel mooi geweest. Maar dat is echt eventjes uitproberen, een beetje spelen met die instellingen. En ik zal morgen eens even kijken met deze plaatjes. Deze vind ik ook wel heel erg leuk. Met de verschillende lijn-offsets van 0,5, 0,1 of van 0,05, 0,1. En dan zal ik de verschillen eens plaatsen. Deze is dus nu op 0,05 gedaan. En ik ga er straks of morgen nog wel eentje maken met 0,1. Met de offset. En dan laat ik jullie het verschil tussen die twee zien om te kijken of je heel veel verschil ziet in de offsetmarges in dit geval. Als ik jullie in kan zoomen. Nou ja, je ziet er niet heel veel van. Je ziet een beetje wat hij aan het doen is. Nee, voor mij is dat niet echt een probleem. Want de sleutelhanger is exact 2 vierkantjes hoog en breed. Dus als die in het midden zit van de lijn. Dus dat die dwars door het rondje heen loopt, is dat prima. Die andere Franse bulder sleutelhanger, wat ik zei, die echt 2 uur lang gegraveerd heeft, die is echt met allemaal kleine lijntjes opgevuld en daarna nog de omtrek gedaan en dat was echt ja, niet te doen. Nee, dat viel eigenlijk nog best wel mee. Ja, ik zet dan gewoon mijn maker aan. Oh, zo. En dan ga ik gewoon tv kijken. En als die klaar is, dan ja, is die klaar. Even kijken. Ja, hij is bij mij nu 48%. En soms dan gaat hij van 48 inderdaad naar 75 of soms staat hij wel eens op 100. Maar meestal klopt het aardig bij mij. Hebben jullie zelf vragen of zijn er dingen die jullie graag willen weten?
Ik kan ook nog eventjes een voorbeeldje pakken van een aluminium plaatje. Dus één momentje, ik heb ze al hier liggen. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Ik moet even mikken, want het is... Oh, ik ben echt lastig hiermee. Zie, deze is dus een aluminium plaatje. En die heb ik met infusible ink. Dus ja, even kijken. Ik ben echt heel dramatisch hiermee. Dus van donkerroze naar lichtroze. En dan deze had ik ook opgevuld. Alleen soms dan denk ik van ja, ik had er misschien nog meer kunnen opvullen. Maar ik moet heel eerlijk zijn dat ik dat lijntjes effect ook wel heel erg... Ja, gaaf vind. En omdat je dus met infusible ink deze cricketplaatjes bedrukt eerst. Dat kan, het hoeft niet. Je kan hem ook gewoon zilver laten. Maar als ik hem bedruk, zie je daarna die afbeelding heel mooi in het zilver. Dus dat vind ik wel heel gaaf. Even kijken. Hij viel even weg bij OC. Moet je eens instellen, zodat je hangen onder het stangetje doorgaat. Nee, hij gaat vanzelf onder het stangetje door als je er maar rekening mee houdt dat je niet dikker gaat dan 2,4 mm dikke plaatjes, José. Weet je toevallig hoe lang zo'n monogram, dacht ik dat het heet, duurt? Ja, het ligt eraan een beetje hoeveel offsetlaagjes je gebruikt. Bij deze heb ik te aardig wat gedaan. Wat ik al zei, ik ga morgen ga ik hem ook nog een keertje maken. Of misschien vanavond nog wel, als het lukt. Op 0,1 offset aan de binnenkant. Graveren doe je altijd op de paarse mat. Ja, ook met aluminium, ook met het acryl. Ook grote acrylplaten doe ik altijd op de paarse mat. De paarse mat is namelijk de strong grip mat. En ja, goed, met dat... Graveren gebruik je best wat kracht, de machine. Want hij gaat echt natuurlijk door dat laagje heen krassen. En dan heb je echt wel de paarse mat nodig. Maar hou dus wel even rekening met de tape die je gebruikt. Want bij mij zie je dat ik dus te sterke tape gebruik heb en dan gaat het los. Even kijken. Is die inkt zoiets als vinyl? Nee, de inkt wat hierop zit, dat is met de Easy Press gedaan. En ik heb hier nog een stukje liggen. Dat zijn de infusible inkvellen van Cricut. En die kun je dus met de Easy Press op 195 graden kun je die op dat metaal persen. En je hebt dus allerlei kleurtjes die je daarvoor kunt gebruiken. Het rondje haal je weg door op het oogje te drukken op canvas, Barbara. Als je daar naar het rondje gaat in je lage paneel, je drukt dan op het oogje, dan gaat hij weg en dan wordt hij ook niet gesneden of gegraveerd. Welke materialen kunnen er gegraveerd worden? Nou ja, ik heb ik graveer op aluminium. Ik heb ook op stainless steel messen gegraveerd op het... Ja, op het mes, op het platte gedeelte. Alleen dan leg ik mijn afbeelding dus aan de onderkant van de mat. Want de rest van het mes gaat natuurlijk niet onder die roller langs. Dat past er niet onderdoor, maar het mes zelf kon er wel onderdoor. Ik heb op leer gegraveerd. Daar hebben we nog meer op gegraveerd. Nou ja, acryl dan, plexi. Ja, dat soort dingetjes. Niet op glas werken. Ja, dat kan ook. Je kunt deze ook gebruiken, maar bij de foil tool. Die andere versie, en dat is dus een beetje wat ik bedoelde met deze. Bij deze sleutelhanger, bij die Franse Bulldog, even kijken, die. Ah, mik is lastig. Heb ik diezelfde functie als met de foil tool gebruikt. In mijn filmpje op mijn website en op YouTube. Met dat labeltje met leaves. Alleen dat duurt heel erg lang. En wat ik al zei, bij deze heb ik al veel lijntjes gebruikt. Want ik denk eigenlijk dat ik hem ook met minder lijnen of minder offsetlijnen had kunnen maken. Als ik die marge op 0,1 had gezet, dan had hij denk ik ook wel mooi geworden.
Maar die andere functie, dus met dat filmpje, dat werkt gewoon heel erg. Ja, dat duurt gewoon veel langer dan dit. Hoe dik was het leer waarop je gegraveerde? Mijn leer was iets dikker dan 2 mm. Het was wel onder de 2,4. Het was tuigleer van ongeveer 2 mm. Even kijken hoor. Kan ik je uitleg laten terugkijken? Ja, dat kan zeker, Esther. Mijn filmpjes die blijven op YouTube staan. Dus je kunt ze gewoon op mijn kanaal terugkijken. Dus eventjes mijn kanaal liken. Zou ik altijd leuk vinden. Duimpje omhoog. Abonneren. En dan kun je ze heel makkelijk terugvinden. En al mijn live video's van, over cricket die blijven online staan. Wat is het verschil tussen acryl en plexi? Nou ja, dat is een hele goeie. Misschien dat iemand het op de groep of hier in de chat heel goed kan uitleggen. Maar deze plaatjes, volgens mij is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar het kan nu zijn dat ik iets heel doms zeg. Maar als ik ga zoeken naar dit soort sleutelhangers, zoek ik altijd naar acryl sleutelhangers. En dan kom ik op dit soort plaatjes. Dus het kan voor, ja, ik heb echt geen, misschien is het wel hetzelfde. Ik heb echt geen idee. Je mag zelf weten waar je hem wil graveren. Het is helemaal aan jezelf natuurlijk. Ik heb hem nu een beetje in het midden gedaan, omdat ik dat wel leuk zou vond op deze sleutelhanger een beetje in het midden. Maar je kunt hem ook in de hoek doen, want dat heb ik bijvoorbeeld met deze. Ja, was dat een beetje de bedoeling om hem zo hier een beetje in de zijkant te doen. En dan had ik hier nog een leuke naam kunnen zetten achteraf. Maar dit was eigenlijk mijn eerste probeerseltje. Ja, zie, het is hetzelfde. Dat dacht ik al. Ja, dit werkt ook zoals je naam wilt graveren. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld ook eentje met tekst. En als ik hier nou deze tekst heb of ik heb een naam, is geen enkel probleem. Ik heb hier opkikkertje onder gezet. Deze. Zien. Ja, ik kan hem beter zo laten zien. En opkikkertje, dat is gewoon een lettertype uit Design Space van Cricut. Dus die heb ik ook gewoon opgevuld. Dus je selecteert gewoon het geheel en dan ga je met die offsetlijntjes aan de gang. Wat gebeurt er als je het niet vastzet? En ik heb toevallig, ik heb hem al weggegooid, maar ik had een foto van mijn zoon. Die had ik niet vastgetaped, want ik had zoiets van, nou ja, eens even kijken of dat goed gaat. Ah, dat zal wel goed gaan. Maar hij ging toch schuiven. En Ryan zelf zei dat hij op een alien leek. Dus dat gebeurt er een beetje als je... Dan gaat hij toch wiebelen, een beetje schuiven. En dan krijg je hele rare plaatjes. Even kijken, Katja. Moet het in het midden in je plaatje of mag het ook linksboven plakken? Wat ik wel altijd doe, is dat ik dan het tweede vakje vanaf links pak en het tweede vakje vanaf boven. Want dan heb je dat randje met die marge sla je dan over. Dus dan kun je hem exact in vakje 2-3 leggen van boven en 2-3 van links, bijvoorbeeld. Ja, bij mij ging het dus echt... ik denk toch dat ik hem echt weggedaan heb. Want ik ga even kijken of ik hem hier nog heb liggen of ik hem laten zien. Volgens mij heb ik hem weg. Nee, ik heb hem echt al weggedaan. Maar hij was dus echt bij mij... Ja, er zat gewoon speling in het plaatje. En toen had ik dus echt hele rare... Super Ingrid. Ja, zie, plexiglas is inderdaad meer een merknaam zeker dan. Plexi is het merk van die acrylplaten, denk ik. Maar als jij, als het lukt zonder vasttapen, ja goed, dan heb je waarschijnlijk of mazzel gehad of je mat was nog helemaal nieuw. Mijn mat is echt al flink oud, deze. En toen ik hem dus gisteren niet vastplakte, ging het wiebelen. En dan kreeg je echt die lijntjes, die zaten net niet mooi op zijn plek. En dat zag er heel raar uit.
Nou, hij is bij mij nu bijna klaar. Hij staat op 100%. Hij is even de laatste grote lijnen aan het graveren, volgens mij. Wat ik hier nu zie, is dat ik allemaal... kijk, op mijn metalen balkje ligt een beetje van dat acryl stof. Wat ik dan doe, is eventjes met een kwastje, als ik helemaal klaar ben met het graveren, dan... even schoonmaken en eventjes even wegzuigen bijvoorbeeld. Nou, deze is nu klaar. En dan gaan we even kijken of die natuurlijk gelukt is. Ik ga eventjes jullie meedraaien, hoop ik. Even zien, we zitten nu op zijn kop. Gaat mijn beeld uit. Ah, lekker. Een momentje. Even zien hoor. Zo, kijk. Dus ik ga hem even loshalen. En dan zie je al dat deze tape echt te stevig plakt. Ik ga eventjes met dat acrylplaatje over mijn broek heen, zodat een beetje dat overtollige gekkigheid weg is. Zie? Maar deze heeft hij dus, als ik even, ik weet niet, even kijken of dat lukt. Goed inzoomen. Hij heeft dus echt die lijntjes heel erg opgevuld. En ik denk zelfs, wat ik al zei, dat als ik minder lijntjes doe, dat ik hem ook gewoon kan graveren. Peronne, als het nou niet lukt, nadat deze live afgelopen is, dan kun je hem ook terugkijken. En dan is het misschien wat minder stresserig. En dan heb je minder... dan kun je mij op pauze zetten. Als iets niet lukt, zet je me gewoon op pauze. En dan heb je daar geen enkel... issue van. Ik ga even kijken of ik hem weer wat beter neer kan zetten. Snoertje aan de kant. Hoppa. Zo. Nou, kijk, ik heb hem nu gedaan. Hij is nog wat mat, maar daar gaan we verandering in brengen. Ik ga even aan de achterkant voorzichtig dat beschermlaagje weghalen. Dus voor het graveren wel jouw folietje eraf halen. Kijk, af en toe moet je gewoon eventjes er goed overheen wrijven, dat die losse frutsels weg zijn. En dan heb je hem heel simpel en mooi gegraveerd. Ja, maar het is ook niet eng. En echt vaak is het gewoon even... ik ga heel eventjes mijn beeld stoppen met delen. Zo. En dan dit weer even uit beeld halen. Het is echt een hele... even kijken, hoe gaan we dat doen? Zo, hangt het niet in beeld. Het is soms gewoon even proberen. En echt, er kan eigenlijk niks misgaan. En dat is voor mij misschien makkelijk zeggen, omdat ik... Ja, 9 van de 10 keer doe ik gewoon. En dan... Ja. Ik ben daar een beetje makkelijk in. Ik probeer gewoon van alles. En als het niet lukt, ja, ik blijf erbij. En als het misgaat, dan zet ik hem gewoon stop. Even kijken. Ja, je moet geen gewoon plakband doen. Je moet niet te stevig tape erop plakken. Kun je de lijnen ook een kleurtje geven? Er zijn wel van die soorten pasta wat je er overheen kan doen. Ik zie ook wel eens mensen die er een soort inkt overheen doen of acrylverf. Maar of dat echt mooi blijft, weet ik niet. Maar het is ook echt heel simpel. Het lijkt niet alleen simpel bij mij, maar het is ook heel simpel. Nee, je hoeft niet de restjes weg te halen. Ik ga ze dadelijk gewoon eventjes met een kwastje eroverheen. Of eventjes met mijn stofzuiger, met zo'n klein borsteltje wat ik bij mijn stofzuiger heb zitten. Gewoon eventjes die losse stof weghalen. En dan is het klaar. Ik dacht dat ik op mijn... Ik ga eventjes kijken in Design Space. Want ik had volgens mij een doosje gemaakt. Even kijken. Profiel. Oh. Als je naar Design Space gaat en je zoekt mij in mijn profiel op. Even kijken, moet ik eerst een canvas terug natuurlijk. Af en toe als ik live ga, joh, echt, dan voel ik me echt net zo'n beginner. Want dan denk ik, oh ja, hoe kwamen we er ook alweer?
Maar even kijken, in mijn profiel heb ik als het goed is een doosje staan die ik kan delen. Ja, kopieer projectlink. Ik ga even kijken of ik hem hier op YouTube kan delen. Zo. En anders dan moet je op Design Space even zoeken op het homescreen in die balk helemaal bovenin op je homescreen naar Tamara Tichelaar. Dan kom je bij mijn profiel als het goed is. En daar staat hij tussen. Is een beetje een rood doosje met een ornamentje erin, een kleintje op het formaat van de sleutelhanger. Even kijken. Super uitleg. De sleutelhanger is al in huis. Nu de tool nog, want daar twijfelde ik nog over. Maar nu ik dit filmpje heb gezien, is de twijfel weg. Nou, dat is hartstikke leuk om te horen. En echt gewoon proberen. Ja, gewoon kijken. Als het gaat gewoon echt goed, beloof ik. Nee, wij hebben geen sleutelhangers op de Crea doen. Cricut heeft ook geen sleutelhangers. Dus deze, die komen, ja, heel simpel. Mijne komen echt van AliExpress af. Ik kan er niks anders van maken. En die andere die ik hier heb liggen, dit zakje is van Amazon. En daar zitten dan ook nog eens van die kettingjes bij. Dus het zijn niet alleen de plaatjes. Maar die zijn echt compleet. Dat setje wat ik gekocht heb met een kwastje, kettingje en een ringetje. Even kijken. Allemaal van die losse onderdeeltjes. En die kun je dan gewoon heel simpel in elkaar zetten. Had iemand nog vragen zelf? Ik ga ook weer eventjes de chat lezen. Als ik wat gemist heb in de chat en jij denkt van, joh, je hebt mijn vraag niet beantwoord. Laat het dan even weten. Even kijken. Ja, echt. Ik vind het soms zoveel stappen dat ik bang ben nooit het goede voor elkaar kan krijgen. Ja, maar dat is echt. Het is één keer doen en daarna lukt het je. Ik zal straks ook nog eens eventjes kijken of ik misschien nog wat losse acrylplaatjes mee kan nemen naar de Crea doe. Dus als mensen dan komen misschien, en ze willen het nog eens een keertje zien, dan kun je daar altijd even naar vragen. Had je de afbeelding op graveren gezet? Nee, ik heb hem niet eerst op graveren gezet. Ik laat gewoon de afbeelding zoals die is. De eerste keer maak ik hem dan licht. Dus ik had lichtgele lijnen gebruikt. Dan zet ik hem, blijft hij gewoon op snijden staan. Dan ga ik de offset gebruiken tot die klaar is helemaal. En dan zet ik het geheel op graveren. En niet vergeten om alles bij te voegen, al die lijnen. Heel eerlijk, ik ga vanaf nu alleen nog maar met de offset graveren. Als je echt. Je ziet wel eens foto's die mensen graveren met heel veel schaduwwerk en dat soort dingetjes. Ja, dan zul je echt die film moeten gebruiken. Alleen dan kun je beter kijken bij Kay van Clever Someday. Die maakt hele filmpjes dan wel in het Engels met echt de prachtigste graveerwerkjes. Alleen dat duurt soms echt. Nou, ik heb laatst had ik iemand die had mij iets laten zien. Dat was prachtig. Alleen dat heeft 12 uur staan graveren. Ja, en dat vind ik net eventjes te lang duren. Ook al vind ik het heel erg mooi, maar. Misschien een tip. Ik laat het voorbeeldrondje. Ja, je kan inderdaad ook op je mat het verbergen. Dat klopt helemaal. Nou, ik ben blij dat jullie er wat aan gehad hebben. Ja, wat ik al zei, als er nog vragen komen, stel ze ook gewoon lekker op de groep. Als er dingen zijn die jullie willen weten, vraag het lekker. Ik ga zo dadelijk nog eventjes kijken voor jullie voor wat linkjes die ik, waar ik mijne heb gekocht. En die zet ik dan in de ik zoek topic op de Cricut Fans groep. Waar de linkjes geplaatst mogen worden. En de ik zoek topic die staat aan de bovenkant van de groep. Dat staat bij de vastgepinde berichten. En blijken als jij mij anders even een berichtje privé stuurt, want ik denk dat ik dat gemist heb. Ik wil een foto van mijn zoon laten graveren op een grote ronde plexiglas. Maar hoe doe ik dat? Voor echt voor foto's
zou ik naar de website of naar de Facebookgroep Clever Someday gaan. Of Someday's. Ik zet het even in de chat. Someday of Someday's. Ik heb geen kortingscode voor de Crea-doekaartjes. Sorry. Even kijken. Nog even op weg willen helpen. Ik zal nog heel eventjes... Even kijken. Zou je mij nog even weer op weg kunnen helpen met de eerste start? Elke afbeelding is te gebruiken. Ja, dat klopt. Elke is te gebruiken. Favoriete spel, start table. Nou, ik ga heel eventjes mijn scherm nog met jullie delen dan. Share screen. Hop. Even kijken. Share. Canvas. Nou, dit is het rondje die we net gedaan hebben. Ik ga hem wel even opslaan. Even als het plaatje van de live. En die was 0.05. Ga ik hem morgen nog een keertje maken op 0.01. Dan is het bijna de helft minder aan lijnen. Dus dan gaat hij ook sneller graveren. Nou, wat ik al zei. Je kunt gewoon een afbeelding pakken. Pak gewoon even een featured afbeelding, maakt niet uit. Bijvoorbeeld deze zonnebloem. Toevoegen aan canvas. Wat je eerst doet, is je plaatje heel groot maken. Ik heb hem nu op 48 centimeter staan. Deze is al geel. Dan ga je naar de offset functie. Zet je hem aan de linkerkant van het streepje. En je moet dus even kijken... Misschien is die met 0,1 ook prima. Alleen dan... En 0,1. Zie, doe je gewoon op toepassen. Weer offset. En dat blijf je net zo lang doen totdat dit vierkante vormpje verdwijnt. Dus dan heb je echt het laatste... Ja, klopt. Ines. De groep die ik bedoel is Cricut Engraving with Clever Someday. Van Kate Hall, dacht ik. Ik ga Ryan de groetjes doen. Doei doei, Chantal. Kijk, je gaat hem dus gewoon iedere keer verder opvullen met die offset. En ja, totdat dit vierkantje verdwijnt en dan ben je klaar. En als je dat dan, als je nu helemaal vol is, dus stel dat hij nu helemaal klaar is. Dan kan ik hier drukken op alles selecteren. Dan selecteert hij al die lijnen. En dan kan ik hem van basissnede op graveren zetten. En dan druk je hier gelijk op bijvoegen, zodat al die lijnen bij elkaar blijven. En dan kun je naar je... Maar verklein je hem nog eventjes, dat hij op jouw plaatje past. En dan kun je hem gaan maken en gaan graveren. Even kijken. Mochten er dus nog vragen komen, stel ze gewoon op Facebook. Tag mij eventjes of wat dan ook. Op de fansgroep ben ik sowieso veel aanwezig. Maar als je echt wil dat ik er even naar kijk, dan tag mij dan eventjes op de groep. En dan kijk ik even met je mee. Ja, proberen. Ga gewoon aan de slag. En ja, er kan gewoon eigenlijk niks misgaan. Het is misschien soms even eng om te starten, maar dat gaat echt helemaal goed komen. Dan ga ik jullie nu een hele fijne avond wensen. Ja, klopt. Zo heet die Facebookgroep. En ik dacht dat zij K-Hall heet, degene die... filmpjes maak. Maar dat zijn echt wel wat ingewikkeldere manieren van graveren. En dat duurt ook echt heel lang het graveren dan. Ja, kijk, als ik gewoon een vorm pak, bijvoorbeeld een hartje, en die moet ik op een acrylblok graveren van, bijvoorbeeld 20 centimeter, maak ik hem eerst heel groot en daarna verklein je hem weer, zodat die lijntjes goed bij elkaar komen te staan. Nog één vraag. Oké, in Design Space, hoe kun je iemand vinden? Ik ga even naar Home. En als je in de balk hier helemaal bovenin gaat zoeken. En dan zal ik even op mijn achternaam zoeken. Tichelaar met GCH. En ik druk op Enter. Dan zie je hier al
mijn profiel. Dus als ik op mijn profiel druk, dan kun je ook alles terugvinden wat ik openbaar gedeeld heb in Design Space. En dit is bijvoorbeeld een van de doosjes die ik gemaakt heb, waar ik, in dit geval hangt er een kerstbal in. Maar daarin kun je dus sleutelhangertjes cadeau geven, als je zou willen. En ook via het linkje die ik net stuurde, kun je hem ook, als het goed is, openen. Nou, dan ga ik jullie allemaal een hele fijne avond wensen. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal waren. Ik ga nog even bedenken wat we volgende week gaan doen. Die week daarna is het al Crea doen, denk ik. Maar goed, misschien dat we op de Crea doen nog wel even live kunnen gaan. En dat ga ik straks even bekijken wat we volgende week gaan doen. En dan hoop ik jullie snel weer te zien en op de groep ook voorbij te zien komen. En als jullie wat leuks gemaakt hebben, ook met het graveren, laat dat dan zeker eventjes zien op de groep. Vind ik altijd wel heel erg leuk om te zien. Hey, bedankt. Doeg.